de filmcensie van Rick Schuttinga. De filmrecensenten. We hebben het hele lijstje weer opgenoemd. En dan mogen we ook gelijk zeggen welke film we hebben gezien. Land of Mine. Ja, ik ben er gisteren naartoe geweest. Je zei van, eigenlijk al op het moment, vorige maand was de eerste film die we hebben besproken. Het zeiden we eigenlijk al van, die film moet je nu zien, Land of Mine. En ik dacht, nou oké, Rick zegt het, dus ik ga maar. Heel erg braaf ging gisteren naar de filmschuur. En wat een film. Ja, waar gaat hij over? Nou, Land of Mine is een Deense film. Hij is afgelopen donderdag in première gegaan. Ja, hij gaat over de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog is net afgelopen. De Duitse soldaten in Denemarken die gaan naar huis. En dan besluit de Deense regering van... er liggen miljoenen landmijnen in onze zuidkust. En die moeten geruimd worden en dat gaan jullie doen. Dus er worden Duitse soldaten gevangen gehouden... en die worden de taak opgelegd om die landmijnen te ontruimen. En als ze hun taak hebben volbracht, mogen ze naar huis. Maar ja, er gebeurt natuurlijk ook ongelukken. Dänemark ist nicht ihr Freund. Für uns dienen sie nur einem Zweck. Die ganze dänische Westküste von den deutschen Landminen zu befreien, die sie zuvor hierher gebracht haben. Seid ihr Soldaten? Zwischen den schwarzen Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird sie allen schaffen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel. Meinst du? Nein, Herr Feldwebel. Wir sind alle Idioten. Wir sind ein Haufen von deutschen Vollidioten. Ja, het is echt allemaal waar gebeurd. En de film laat een heel realistisch beeld zien. Als ik het zeg. Het is echt, je voelt de kilte van zo'n strand. Waarin 5 jaar lang zoveel mogelijk mijnen zijn gedropt. Volgens mij 2200 mijnen uit mijn hoofd waren het. Die er allemaal door de hele Denemarken bij de stranden waren. Ja, het waren er miljoenen. Ja, oh ja, miljoenen. Ja, ja. Ik ben even door de war. Dat is wel een klein verschil. Nee, maar. En ze gebruikten daar kleine jochies. Ja, 15, 16? Wat waren ze? 17? Nou ja, het waren inderdaad nog jongens. Het waren helemaal geen volwassen mannen. Nee. En die konden ze natuurlijk makkelijk daarvoor gebruiken. Maar dat is ook juist zo goed aan die film. Hij opent gelijk heel goed. Want gaat het over de Tweede Wereldoorlog, dan kies je gelijk partij voor alles wat niet Duits is. Ja. En zo opent de film ook gelijk. Dat een generaal, die pakt even een paar Duitsers flink aan. En, Karl Rasmussen. Ik zou gooien naar Karl. Ja, maar dat bevestigt nog even dat je dus aan de partij aan de kant staat van de Denen. Mm-hmm. Maar gaandeweg de film ga je daarin wisselen. Ja. Je gaat misschien zelfs van kamp over. Juist ook omdat jongens... Ja. Dat zijn nog maar kinderen. Die hebben misschien net een paar weken tot misschien een maand meegevochten. Tussen aanhalingstekens. He, dus wat hebben ze nou gedaan? Dit zijn gewoon tieners. Dit zijn helemaal geen nazi's. Die hebben er helemaal verder niks mee van doen. Die zijn nu gewoon op de verkeerde plek, op de verkeerde plaats. Mm-hmm. Maar die moeten nu wel al die mijnen gaan ruimen. En juist die film is zo goed gelaagd dat die partij laat kiezen. En daarna je aan het denken zet over, heb ik wel de juiste partij gekozen? Nee, heel erg. Ik zat gisteren in de filmschuur hier in Haarlem. Zat ik met ongeveer 6-7 mensen die de film aan het kijken waren. Ik denk allemaal met klamme handjes. Want ze laten dingen zien die ik normaal nooit had kunnen willen zien eigenlijk. Er gebeuren een paar dingen met mensen dat je denkt, nou, misschien had dit niet gehoeven. Maar ze gebeuren wel. En daarnaast, eigenlijk krijg je door het feit dat het... Je ziet geen hakenkruis, je ziet geen gebaren. Dat laat een heel erg werkelijk beeld zien van die mensen. En bijna bij minuut 10, 20 was ik al om. Die jongens die verdienen dit niet. Die hebben hier eigenlijk helemaal niks mee te maken. En die worden echt voor een blok gezet waar je u tegen kan zeggen. En we gaan geen spoilers, geen dingen waar in de film moet je vooral zien. Maar ik had moeite met het einde. Dat zeg ik je eerlijk. Ik vind dat de film een heel mooi beeld laat zien van hoe dat proces is gegaan. En het einde schept een beeld van of goed of slecht. En wat dat is, laat ik even in het midden. Maar ik vind het nogal heel abrupt. En nou, vind juist dat Land of Mine gaat over menselijkheid. Dat laat die film heel goed zien. En daar past het einde perfect bij. Nou, dat vind ik niet. Maar het is ook wel een keer fijn. We zijn altijd, wij mailen bijna, mogen luisteraars weten. Eigenlijk elke week naar een uitzending toe mailen wij elkaar wel. En het is altijd top. Ja, deze film, ja, die moet je zien. Oké, doen we. Oké, volgende week. Oké, top. En dan eigenlijk is het in feite eigenlijk al een keer fijn dat we verschillende meningen hebben.
En nu over een klein stukje van de film. Wat over ja, want overal was hij gewoon uitstekend. Ja, welke cijfer heb je hem gegeven op de film recenter? 9. Ja. Ja, het is, En ik heb hem zelfs 2 keer gezien. En ik zie eigenlijk nooit een film 2 keer. Nee? Nee. Ja, ik moet zeggen, ik kan hem wel 2 keer zien. En het is een film die je vooral moet kijken, omdat de acteurs... Ik kan de acteurs opnoemen, maar het zijn Deense acteurs. Ze zijn niet bekend. Nee. Dus ze laten je een beeld zien van gewone mensen die in die tijd hadden kunnen leven. En die gewoon daar echt waren. Dus je hebt totaal niet het idee van, oké, dit zijn acteurs. Dat helpt heel erg voor de sfeer. Ja. Het scheelt ook heel erg. Dan hoeven we niet naar mensen in capes te kijken op dit moment. Die, hoeveel heb je gegeven, Batman? De nieuwe Batman? Batman, 6,5. 6,5. Ja. Is toch hij is helemaal niet zo slecht als iedereen zegt. Nee, oké. Ik heb hem gezien, ik vond hem wel slecht. Dus dat is ook wel leuk om te zeggen. Ja, de filmrecenten gaan we gewoon mee door. Elke maand willen we een stukje van films pakken. Om mensen enthousiast te maken. Goede films. We kunnen wel over slechte films. We kunnen het over Shark Tornado 4, 5 en 6 hebben. Ah, daar zit niemand op te wachten. Nee. Ja, misschien met hier in het café, misschien met 6 biertjes op. Daar zit je erop te wachten. Maar ik weet niet of je dan een film moet kijken. Dan moet je andere dingen doen. Dank je wel. En we gaan gewoon volgende maand, weet je de film al? Of Nee. Of gaan we volgende maand beslissen. Ik weet het ook nog niet. Ik kom wel wat moois tussen. Kom wel goed. Dank je wel, man. Graag gedaan. Tot volgende maand. Hoe gaat het voor het centrum van drengen, vind ik op? Ebbe. Ik begin nog een leven. Nee. Jeg synes, hvis man er gammel nok til at gå i krig, så er man også gammel nok til at rydde op efter sig selv. Boom! Husk, vi har gjort. Eller det, men også. Es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause.